Goedemiddag, het is bijna kerst volgende week en het was even spannend wat er allemaal wel en niet kan doorgaan deze tijd. En gelukkig kan ik jullie vertellen dat de boeren hun best hebben gedaan om hun bedrijven deels open te stellen door een mooie route te organiseren. Jullie zien hier al in beeld namelijk Johan en Ali. En dat is vanwege hun route die zij hebben uitgestippeld. Wie mag ik het woord geven om uit te leggen wat er te zien is op jullie route en wanneer? Ali misschien? Oké, okay, ja. Het is een verlichte boerderijenroute. Een beetje het alternatief van de boerenfietstocht, zeg maar. Maar dan bedoel ik dat mensen in de auto de tocht volbrengen. En daarbij komen ze onderweg dus allerlei boerderijen tegen die leuk verlicht zijn. En dan is het deze keer nog extra opgeleukt met een audiotour. Die horen bij de boerderij dan ook nog een verhaaltje van de betreffende boer of boerin. Waarin een uitleg is over het bedrijf. Kijk, dus we kunnen gewoon veilig in de auto blijven. Geen problemen verder. En gewoon... Kijk, geheel coronaproof. Er zijn een aantal bedrijven waar je wel iets wordt aangeboden om iets te kopen. Dus daar kun je er even uit. Maar we gaan ervan uit dat de meeste mensen eigen zijn. En we houden de coronaregels zo goed mogelijk in acht. Ja, een desnoods bestelling vanuit de auto en afleveren in de kofferbak is ook nog een optie. Is ook nog mogelijk, ja, klopt. Of met de fiets is de route ook te doen. Ik zal even een stukje van die route laten zien. Dan kan Ali intussen naar de melktap lopen. Ga ik doen. Tot ziens. En dan laat ik even de website zien. En dat is die staat ook in het bericht genoemd, dus daar kan je in klikken. Boeren en tuinders pakken uit met kerst. Dat is namelijk wat in het hele land georganiseerd wordt in samenwerking met LTO, ZLTO, Food Farmers, Agrifirm en Boert Bewust regio's. En bij deze regio in Drenthe, vlakbij Assen, in Rolde, kan je dus een route doen. Die dus met de fiets dan wel met de auto te doen is, zo'n 30 kilometer. En een van de openingstukken daarbij is bij Johan. En die breng ik nu in beeld. Goedemiddag. Wat voor bedrijf hebben jullie, Johan? We hebben een akkerbouwbedrijf. En wat telen jullie zoal? Nou, voornamelijk pootgoed en zetmeelaardappelen. Suikerbieters, Parijse wortelen en brouwhersen. Parijse wortelen? Ja. Die in een restaurant op bord krijgt, die mooie ronde balletjes, zeg maar, die komen onder andere bij ons vandaan. Oh, kijk aan. Hartstikke goed. Maar de kisten voor het pootgoed hebben jullie nu ergens anders voor bestemd, zie ik. Nou, een groot deel zit er vol, maar we hebben gezien om er een poging te maken om een kerstboom van te maken. Je kunt zien zo. Ik zal mezelf even uit beeld brengen, zodat het beter te zien is. Misschien kan je even lichtjes met de telefoon... Daar hebben we lampjes opgemaakt en vanavond als het donker is. En dan beeld ze daar een grote kerstboom op af. Kijk. Bijna klaar, de piek moet er doorheen, maar voor de rest is hij klaar. Kijk aan, helemaal goed zeg. Een hele mooie stellage, dat kan niet missen als je er langs rijdt, volgens mij. Nee. Ik weet niet of dat helemaal zichtbaar is, maar aan de achtergrond te staan er ook nog een paar rollen op even opzij. We hebben daar een schild. De DHL, die komt ook nog langs. Kijk. Ja, nou zie je ze, die witte dingen daar in het land, daarachter. Ja? Als je naar ons toe rijdt, hebben we daar een hele grote schilderijlijst aan. Dus met de koplampen schijn je daar doorheen en dan hebben we de witte wieven in het land staan. Oh. Geeft een mooi effect. Kijk aan. Hartstikke goed. En ik zal straks onder deze video nog wel even ook de link speciaal zetten van... Jullie zijn dan vanuit de regio Drenthe, hè, in de buurt van Assen, Rolde. Ja. Op welke plekken kunnen ze starten? Nou, in principe kunnen ze bij elk bedrijf die meedoet, kunnen ze starten. Maar de route begint eigenlijk bij de molen in Rolde, midden in Rolde. Dat is een tender, die kan ook niet missen. Daar is nummer 1 op de route, zeg maar. En dan kun je via de app... Wat je dan die deelnemer kan downloaden.
wordt die begeleid naar de deelnemende bedrijven. Er zijn er uit mijn hoofd 2, 3, 24 of zo, 25, ik weet niet meer. Nogal, en dan, bij elk bedrijf wordt een, dan doet die app automatisch. Als je hem gedownload hebt met locatie, moet je dan aandoen. En dan krijg je van elk bedrijf krijg je een verhaaltje van wat, wat die boeren doen is. Mm-hmm. Met alles erbij. Je hoeft inderdaad, wat Ali zei, niet uit de auto te stappen. Je kunt gewoon rustig doorrijden. Ik hoop dus bij mij wel even stappen, want ik heb nog wat tafelaardappelen te koop die volledig te baden van de plaatselijke voetbalclub zijn. Okay. De kofferbakverkoop, zeg maar. Dus de kofferbak open doen en dan wordt hij erin gelegd en afrekenen. En dan kunnen we weer verder. En we kunnen met een tikkie betalen, bij wijze van spreken? Het handels is contant op dit moment, maar oké. Okay. Dat is ook de optie. En dan de aardappelen in de kofferbak, zeg maar. Ja. Ik zie een live kijker, onder andere Maya van den Ende. Hallo, hier de kerstdiner fietser. Zij is in het Westland druk bezig met een fietsroute. Als je wil, Maya, mag jij ook in de uitzending erbij komen? Dan kijk even of dat gaat lukken. We hebben ook Jannie Warringa bij de molen staan, bij een van de startpunten. Alleen de verbinding lukte daar even niet. Dus haar dochter Giske is onderweg. Of zij nog live kan komen, weet ik nu niet. En Ali, die we net zagen bij de koeien, is ook een van de boerderijen op de routes. En daar hebben ze de melktap. Dus je kan daar verse melk getapt meekrijgen. Of zij ook nog even live komt. Dat zou mooi zijn. Zien we het later even. En ik hoorde van Jannie, dat jullie elke zomer al zo'n route organiseren om te fietsen. Ja, dat klopt, ja. Ik denk dat we dat wel al 20 jaar doen hier bij de afdeling van de LTO. Kijk dan. We hebben dan een fietstocht van 25 kilometer door het hele gebied heen. Onderweg dan staat die bewegwijzende route. Ja. Onderweg dan hebben we toch wel vrij veel percelen en allerlei soorten gewassen, zeg maar, informatieborden staan. Met wat er groeit en hoe dat werkt en waar het naartoe gaat uiteindelijk. En wat de bestemming is. Maar uiteindelijk bij de consument op het bord komt. Staat er dan op het bord. En daar wordt toch wel redelijk massaal gebruik van gemaakt, kan ik zeggen. Dat we meer weten waar het eten vandaan komt. En gewoon zelf puur kunnen zien en halen en eten. Ja. Wonderlijkerwijs zijn er nog steeds mensen die denken dat bijvoorbeeld een aardappel aan een boom groeit. Dan hebben ze dan een visueel beeld bij, zeg maar, met zijn bord, dat het toch echt niet zo is. Ja, nee, daarom. Dat is helemaal goed. Om dat inderdaad de boeren te laten vertellen en laten zien wat er mogelijk is. Ik zie dat Jan inmiddels erbij is, dus we gaan even afscheid nemen van Johan. Ga naar zijn route opzoeken en dan breng ik bij deze Jan in beeld. Oké. Okay. Yes. Hallo. Het is gelukt. Hoi, Jannie. Het is gelukt, ja. Fijne schoondochter. Kijk aan. Ik zal even mezelf uit beeld brengen. Dan kan ik goed zien waar jij bent op dit moment. Oh, ik hoor je niet meer. Oh. Bij deze wel. Jij staat bij de molen. Misschien kan je hem even uitzoomen om te zien dat we de molen ook in beeld kunnen krijgen. Yes. Dat is een van de startpunten op de route. Klopt, ja. Ja, kijk aan. En jij bent de coördinator van deze tocht? Klopt, ja. Er kwamen mailtjes voorbij van LTO of ze verlichte route wouden organiseren. En toen dacht ik van ja, dat past eigenlijk goed bij de boerenfietstocht die ik ook al organiseer. Dus dat is mooi opgepakt dit jaar. En noem nog even de dagen en tijden waarop dat verlicht te zien is. Ja, het is, vandaag is verlicht te zien en van 4 uur tot 8 uur. En morgen is het zaterdag de 19e is het ook te zien van 4 tot 18 uur. Nou goed, het is een route. Nee, niet 18 uur, 8 uur. Maar misschien, de verlichting blijft natuurlijk wel wat langer, maar... En ze kunnen de bordjes volgen met het koetje. Die staan langs de autoweg, maar de fietsers kunnen dat ook zien. Het is een 30 kilometer fietsroute. En ik zal ook nog even bij deze, ik zie Maya straks ook, brengen we nog even in beeld.
Iedereen heeft nu een kerstmuts op, dan kan ik niet meer zien wie ik. Even kijken. Eerst even Ali bij de melktap. Ja. Zo. Ja, rechts in beeld hebben we nu Ali, want we hebben Ali net even bij de koeien gezien. Ja, en nu is ze bij de melktap. Dan laat even zien hoe dat eruit ziet op de route. Dit is inderdaad op de melktap. Met een kraam waar verse eetaardappelen zijn. En ik zal even naar binnen lopen bij de melktap. Ja. De mensen kunnen hier zelf een fles verse melk tappen. Er staat een kast naast. Daar zijn flessen apart in te koop. Men mag ook een eigen fles meenemen. Oké, dus neem je eigen fles anders mee in de auto of op de fiets? Ja, fles kan mee. Je zet de fles hier in het hokje. Je gooit je euro erin. Je drukt op het knopje. En ik weet niet of het zichtbaar is. Ja, het stroomt erin. Maar de verse melk stroomt in je fles. Kijk aan. Van de koe. Nou, beter kan gewoon niet. Nee, inderdaad. En hoe kunnen ze afrekenen bij deze melktap? Contant. Oké. Neem even contant geld mee. Een liter kost? Ik hoor net geen bedrag. Wat kost een liter melk, Ali? Een euro? Ja, Colleen. Nou, we gaan het later onder het bericht zetten. Ik krijg nu even geen geluid meer. 1 euro, oké, ik hoor het van meerdere kanten. Ja, nu heb ik wel. Ja, 1 euro per liter. Ja. Oké, helemaal goed dat ze weten hoeveel ze mee kunnen nemen. Dit is online in heel Nederland bereikbaar. Dus ik heb ook vers onder de knop Maya van der Ende. Als ze mij goed vinden, haal ik haar even naar binnen nu. Met kerstmuts op, inderdaad. Ja, mijn kerstmuts is iets te groot, want die moet straks over mijn fietshelm heen. Hè, als ik ga fietsen. Dus ik heb een beetje een grote muts. Maar, kijk aan. We waren net in Drenthe en nu zijn we in Zuid-Holland ineens aangekomen. Ja. Want jouw route staat volgens mij nog net niet op die site van Boeren en Tuiners pakken uit. Maar vertel, welke route heb jij bedacht? Ja, wij hebben samen met Bezoek Westland en Puur Midden-Delfland en Fietsen voor Mijn Eten hebben we het kerstdiner fietsen bedacht. Mm-hmm. Ik hoor trouwens een heleboel geluiden van anderen, klopt dat? Ja, ik zal inderdaad even... goed dat je het meldt. Ja, jij bent nog te horen, hè? Ja. Ja, oké. Ja. Heel goed. Vertel. Dus het kerstdiner fietsen hebben we bedacht. We hebben eerst een verkiezing gehouden van kerstmenu's. Mensen in mijn Facebookgroep Fietsen voor Mijn Eten Westland, die konden een menu insturen. En daar hebben we een stemronde aan vastgeknoopt. En daar is een winnaar uitgekomen, Laura Hagen. En die heeft een heel mooi kerstmenu bij elkaar bedacht. We hebben alle recepten en die recepten en de ingrediënten, die hebben we uitgestippeld in twee fietsroutes. Mm-hmm. Eén door Westland en één door Midden-Delfland. En die staan ook op route.nl. Zijn we nu lekker aan het promoten. En de punten in de routes, dat zijn allemaal boerderijen en kwekerijen en kleine winkeliers. Dus bakkers, slagers, eigenlijk om al je ingrediënten van dat menu van Laura bij elkaar te fietsen. Ja, en die route ook... is hoe lang bij de... Allebei de routes zijn rond de 43 kilometer. Zo. Je kan ze natuurlijk in stukjes knippen. Je kan ervoor kiezen om eerst de houdbare producten mee te nemen. En daarna de verse. Ik zou zeggen, ga hem gewoon meerdere keren fietsen. Of knip hem in stukjes.
Ja. Of doe voor het een de Westlandroute en voor het andere de Midden-Delflandroute. En ja, op de website zijn ook coupons te vinden. Ik zou zeggen, plak even zometeen de linkjes hieronder, Maya, als je wil. Dan kan iedereen het daar vinden. Ja. Dan ga ik nog even terug naar de Drentenaren. En ik heb al gehoord dat daar elk jaar, dus elke zomer, fietsroutes gemaakt worden. Met boerderijen om te gaan fietsen voor je eten. Dus ik zou zeggen, een nieuwe regio in de dop, denk ik. Ja, nou, we hebben inmiddels een regio Zuidwest-Drenthe. Ja, dit is bij Assen, dus dat is de andere kant op, zeg maar. Ja. Dus nou ja, dat ligt wel in de buurt bij Salland ook en bij die Zuidwest-Drenthe die net gestart is op Facebook. Ja. Dus ja, wie weet, hè, de olievlek van fietsen voor mijn eten verspreidt zich. Gaat door. Gestaag en soms heel snel. Dus wie weet. Daarom. Op naar de gezond 2021, fiets hem erin, zou ik zeggen. Ja. Dankjewel, Maya, dat je even in de ring kwam vliegen. En dan ga ik even terug naar de volgende persoon. Even kijken. Wie heb ik even bij Jannie? Bij de mobiel. Ja. Te verstaan? Ja. Ja. Nu die molen weer dichterbij. Ja, ik kom iets dichterbij, dan versta ik beter. Ja, helemaal goed. Volgens mij had ik al de website erin gezet. En anders plaatsen we hem nog even hier onder erbij. Waarop jullie route te zien is. En de app, die kunnen ze downloaden van tevoren. Ja, die kan gedownload worden. Maar dan moeten ze eerst naar boerenfietsdag.eu. En daarop kun je de app downloaden. En als je dan bij een bedrijf komt, dan begint hij eigenlijk vanzelf al. Dus hoef je verder niets te doen. Oké. En de route, ja, die staan met bordjes aangegeven. Zoals hier achter de kleine koetje op de fiets. Dus die kunnen ze volgen. Er komt nog een licht strookje aan. Dus dan, dat kan gewoon niet missen, zou ik zeggen. Inderdaad. Nou, super. Ik vind het een geweldig initiatief dat jullie op deze manier, dat ze de boerderij kunnen bekijken. En op de route kunnen ze dus ook gelijk informatie krijgen via die audio tour. En hun boodschappen doen natuurlijk. Zij kunnen nog wel boodschappen doen, ja, voor hun eigen, voor de kerstdagen, hè? Ja, inderdaad. Helemaal goed. Ik wens jullie heel veel plezier en nog succes met alle laatste lampjes ophangen en dergelijke voor deze actie. Ja, het meeste moet op laatst nog even gebeuren, hè? Dat gaat met alle agraries zo. Dus voor de kom pas goed en wij hopen dat voor de samenleving een lichtpuntje geeft om de lichtroute te rijden. Inderdaad. Ja, ik zal eventjes bij deze hebben we nog even Johan ook in beeld en Ali, jullie alle drie in beeld. En wens jullie enorm veel succes en veel bezoekers toe die veilig in de auto langs kunnen gaan of op de fiets met 1,5 meter afstand. Klopt. Nog een laatste woord, Johan en Ali. Johan eerst. Ik heb het web gevonden voor weet jullie. Oh, sorry, ik heb het geluid nog uitstaan. Eén moment. Yes. Nou, ik hoop vanavond veel mensen aan te treffen hier op de weg, dat het maar druk mag worden. En alle deelnemers, veel succes. Helemaal goed. Ali nog? Ja, we hopen inderdaad dat het een succes is, maar dat kan bijna niet anders. Bedankt voor de aandacht. Ja. Dat is helemaal goed. Ik zou zeggen, tot ziens iedereen. Ja. Fijne kerst. En zoek je boerderij op. Support your locals. Hoi. Hoi.